Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast-kanaal. We gaan het in deze podcast over een thema hebben dat de komende jaren volgens mij heel erg aan belang zal winnen: organisatiearchitectuur. De wereld waarin we werken is bijzonder complex geworden. En als we organisaties, teams, individuen en leidinggevenden sterker willen maken, dan zullen we op drie dimensies tegelijkertijd moeten werken: structuur, cultuur en historiek. Ik heb daarom Joost van Driessen en Els van Parijs uitgenodigd. Het is te zeggen, ik ben eigenlijk op bezoek bij hen in Sint-Maria-Hoorbeke, een van de vijftig mooiste dorpen van Vlaanderen in het hartje van de Vlaamse Ardennen. Organisatiearchitectuur is hun expertise -domein. En met Wilde Zwanen, het bedrijf dat ze ruim vijf jaar geleden opgericht hebben, willen ze het fundamentele belang van organisatiearchitectuur op de radar zetten bij zoveel mogelijk organisaties en bij HR. Ze zijn hier bijzonder creatief. Tikkelt je eigenzinnig ook, maar dat doet geen sinds afbreuk aan hun vakkundigheid. Zet je schrap voor een bijzonder boeiende aflevering van jouw favoriete HR-podcast. show. welkom. Goedemiddag. Hey, hey, Goedemiddag. Alles goed ja, met zin. jullie. Ja, zeker. Ja, een pareltje in de Vlaamse Sardijnen met een beetje regen vandaag. Maar zelfs dan is het mooi. Dus het is uh, heel aangenaam om hier met, uh, met Groen uh, deze podcast te kunnen opnemen. Zijn jullie er klaar voor? Ja, helemaal. Zeker. Okay, okay. Dan wil ik misschien eerst en vooral weten: Wilde Zwanen, van waar komt die naam? Uh, wilde gaat eigenlijk voor ons over het potentieel dat we willen ontwikkelen in organisaties en mensen in organisaties. Dus de wildheid gaat erover om mensen terug naar hun natuur te brengen. Uh, en als die wildheid dan ook wild is, dan mag dat er ook zijn. En het gaat vooral daarover. Uh, en zwanen geeft uh, heel veel ruimte. Om het te hebben over de manier waarop we ons organiseren. Mm het -hmm. geeft ook heel veel taal om um, ja, rond hoe we samen vliegen, leiderschap invullen, zich organiseren en in de praktijk ook neer te zetten. Oké, zo heb ik nog nooit naar Spanen gekeken, in ieder geval. Maar bon, kijk, um, je bent in ieder geval je bent gepokt en gemazeld in organisatie, en ontwikkelingen, Joost. Klopt toch? Ja. Uh, ja, dus is een thema die mij van bij mijn jeugd eigenlijk mm -hmm. al boeit. Hoe kan je met mensen samen impact genereren? En doorheen mijn loopbaan, vanuit verschillende posities en organisaties, van medewerker tot vandaag ondernemer, mm -hmm. uh, tracht je daar ja, kundiger en kundiger in ja. te worden. Ja. Oké, okay. zeg je nou wanneer ben jij dan ergens zo op het pad gekomen van de, van de wilde zwanen? Um, wel eigenlijk ik ben bij wilde zwanen gekomen voor wilde zwanen bestond. Heb ik uh, Joost leren kennen, uh -huh. toen tussen twee jobs. Um, en ik was voorheen werkzaam in de financiële wereld um, als leidinggevende. Uh -huh. En daar eigenlijk ervaren um, ja, hoe dat je toch organisch meer van het leiderschap teams kan aansturen. En uh, eigenlijk gezocht naar een manier om meer impact te hebben, meer verschil te maken in de manier waarop dat wij organiseren mm -hmm. en met mensen samenwerken. En um, ja, van in het begin een goede klik gevoeld met de visie van Joost daarop. En van daaruit op een iets later momentje uh, aangeraakt binnen wilde Zwanen. Ja. Oké, okay, voilà. Maar je, komt dan eigenlijk, je hebt het zelf ook ervaren, waar jullie in die organisaties ja, absoluut, mee. Ja, dus het, ja. Ja. ja, vanuit het zelf mee te maken ja. eigenlijk ook een beetje een vreemde eend in de bijt te zitten. Mm -hmm. uh, in de financiële wereld voelde ik vaak dat ik het toch net anders zag dan, dan de corporate, ja. klassieke manier van kijken. En ja, eigenlijk gezocht naar hoe kan ik daar meer mee in de wereld zetten. Nee, meer in de wereld zetten ja. van wat ik ervaren heb, dan niet werkt vooral. Ja. Uh, te zoeken naar wat er wel werkt uh, in okay. organisaties. Oké. Okay. Samenwerken, dat gaat over cultuur en structuur. En cultuur, dat is dan meer organisatieontwikkeling, terwijl dat structuur gaat over organisatieontwerp. Mm -hmm. Als je met HR professionals spreekt, die hebben doorgaans heel veel aandacht vooral die cultuurcomponenten, ontwikkelen van medewerkers, maar veel minder voor die structuurcomponenten, hoe dat we werk organiseren en, en werk gaan inrichten. Maar, zeggen jullie, het is essentieel om wel degelijk aandacht te hebben voor beiden, Dat klopt. Um, ja, voor ons eigenlijk is de, een organisatie doet eigenlijk perfect waarvoor ze georganiseerd is in haar schoonheid en schaduwzijde, noemen we dat dan. En die twee elementen, zoals je net aanhaalt, zijn inderdaad heel belangrijk om die goed te verbinden met elkaar. En, en een van onze drijfveren is dat we HR-mensen, HR-experten met heel veel uh, hart en ziel en passie um, aan de slag zien gaan in organisaties. Mm -hmm. En tegelijkertijd inderdaad, die structuurcomponent, dat we die toch wel missen als accent. En zoals je ook in de inleiding zei, hebben we net als jou het gevoel dat dat, dat, dat de aandacht aan het uh, winnen is, mm -hmm. dat dat meer op het uh, perspectief staat, ook van HR-mensen. En dat we dat nu ook heel erg zoekende in is van ja, wat is dat dan precies, ja. die structuurcomponent? Hoe moet dat dan? Ja. Ze zijn alle twee belangrijk, maar is het dan zo dat er één belangrijker is dan een ander? Uh, nee, dus het is eigenlijk net ook. Het gaat er niet om van we moeten en structuur en cultuur en dit en dat. Het gaat vooral over het ook linken van elkaar, de interactiviteit zien ja. van die verschillende componenten. Dus dat het niet. Verschillende onderdelen zijn, maar dat ze net heel nauw met elkaar verbonden zijn. Uh, dus er is zeker niet één belangrijker. Het is wel zo dat we stellen dat structuur wel ten dienste staat van een van doel van de organisatie. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat we maar naar één component, naar nee. één component meer of minder uh, gaan, gaan bekijken, echte integrale ja. uh, zaak. Allee, het is integraal en het hangt allemaal aan elkaar vast. Mm -hmm. Ik zou aan toevoegen, ook voor ons het bewustzijn een belangrijk element is van um, wees je bewust hoe dat die elementen, cultuur, structuur interageren ja. op iets. Je kan het vergelijken met een workshop. Mm -hmm. Als je een workshop vuur vanuit cultuur zou inrichten, dan hebben we een hele fijne namiddag. Mm -hmm. met heel veel plezier en, en goede of spannende momenten. Maar op het einde van, als dat geen agenda heeft of geen doelen ja. heeft of zoiets. Ja. Dan, of ook niet gestructureerd is, dan heb je op het einde van de dag zoiets van ja, het was nu een fijn moment, maar wat heb ik daar nu? Maar de, ja, ja, ja. Dus ook alle interventies of alle manieren van werken in een organisatie. Gaat het nu over processen, leiderschap enzovoort. Je hebt altijd die beide componenten nodig om effectiever te worden mm. in wat er te doen is. Oké, okay, dat is uh, helder. Nu, jullie willen voor organisaties een context creëren die het halen van doelen stimuleert. Het groeien van medewerkers faciliteert en leiderschap ontwikkelt, bevlogen samenwerken, noemen jullie dat? Wendbaar organiseren. Bouwen in organisaties waar zij die willen werken, ook mogen en kunnen werken. En anderen ook hoesting krijgen om te willen. Zo hebben jullie het mee omschreven. Ik heb er een beetje moeten op oefenen om het correct uitgesproken te krijgen. Maar wat zit er allemaal in? Wat bedoelen jullie daar dan heel concreet mee? De, de, de zin die je net hebt uitgesproken uh, heeft eigenlijk zijn oorsprong gevonden uh, in onze eigen zoektocht naar uh, het thema zelfsturing, zelforganisatie. Dus ik uh, ben zelf in contact gekomen met het structuurdenken in die periode dat de zelfsturing opnieuw een hype uh, mm -hmm. was. En door in de praktijk dan te zitten, merk je van, ja maar wacht, niet iedereen zit te wachten op zelfsturing. Dus dan ga je op zoek naar, uh, ja, wat, wat, wat is er dan wel of wat waard er dan wel? En die zin van daarnet, zij bouwen aan organisaties waar zij die willen, ook mogen en kunnen, is voor vandaag nog alsnog de, de leidraad voor ons om aan een organisatie te bouwen. Dus mm -hmm. het gaat er vooral uh, om, om competentie talent te spotten in jouw organisatie en van daaruit te kijken, wat kan ik doen als organisatie om ervoor te zorgen dat die mensen te volle in hun wildheid gaan, ja. in hun potentieel gaan en, en de nodige autonomie krijgen om uh, aan de slag te gaan. En vaak zien we dat er heel veel aandacht gaat aan de niet-willers, terwijl dat we daar dan zoiets hebben, uit, ook uit de praktijk, dat die wel volgen op momenten dat ze anderen zien voorgaan. Yeah. Uh, voilà. Dus het is een manier om... Op, allee, het gaat echt over die autonomie, hè, ook zelfdeterminatietheorie mm -hmm. en dergelijke elementen zitten daar ook achter, hè, om die autonomie aan te wakkeren, om mensen die bevlogenheid uh, te gaan... Uh... Yeah. Ja, en het gaat ook over het mogen, kunnen, willen. We uh -huh. hebben vaak gezien dat uh, autonomie, zelfsturing, dat dat zo'n doel op zich uh -huh. was bij organisaties. Zeker in de periode dat dat echt een hype werd. Um, maar wij leggen vooral het accent op het mogen, kunnen, willen. Dus het uh -huh. gaat ook over um, mensen, ook uh, de... de ja, De context bieden waarin dat ze kunnen groeien naar die autonomie. Nee, ja. We hebben vaak gezien van ah, vanaf nu willen we autonoom werken, en poef, we gaan ervan uit dat de mensen dat dan zo maar kunnen. Mm -hmm. Dus het mogen is stap één, het kunnen faciliteren is zeker ook nodig. Hè? Dus okay. is een beweging daar naartoe. En autonomie hoeft ook geen doel op zich te zijn, het is de mate van autonomie die nodig is om mensen zichzelf ook verder te laten ontwikkelen. En wat ook zinvol is voor de opdracht van de organisatie. Mm -hmm. hoeft ook. Ja, dus het is zo'n beetje daarvan dat we weg willen blijven van het is een doel op zich. En we moeten nu zo snel mogelijk naar een totale autonomie bewegen. Daar, nee. daar gaat het niet over. En word je dat keer dan precies dan nog intuïtief zou willen aan toevoegen? Is durven, hè? omdat je zegt kunnen, mogen, willen. Mm -hmm. Durven, dat moet ook een beetje durf zijn. Hè? Als ze dan mogen, moeten ze het ook wel ja. durven. Zit dat daar ook ergens in? Ja, vat? want die durf doet me dan denken aan, aan de wildheid van de organisatie. He, dus uh, vandaag zie je heel vaak uh, HR-beleid, mensbeleid, uh, heel gericht op het individu in mm -hmm. de organisatie. Ja. En dan krijgen wij vragen in de zin van, uh, we slagen er niet meer in om één dag in de week onze mensen op kantoor te krijgen. Ja. En dan denk ik van, ja, wacht, daar hebben we misschien wat zijn we wat in doorgeslaan? Ja, maar als we dat niet gaan toelaten, gaan we de mensen niet meer kunnen houden. Mm -hmm. Dan denk ik, van ja, daar heb je dan de durf van de organisatie, ja. die ja. ook iets te stellen heeft. Hè, want een idu, individu sorry, is, is, is niet alleen. Um, en de autonomie van een individu is automatisch begrenzend voor andere individuen. Dus je hebt die af te stemmen op elkaar. En die afstemming gebeurt net doordat de organisatie een krachtige visie of doel heeft uh, waar medewerkers zich dan achter scharen om te gaan ja. bereiken. En we hebben elkaar nodig om dat doel te bereiken. En dat komt met rechten en plichten. Ja, mijn plichten inderdaad worden alles vergeten. Uh, je hebben ook modellen ontwikkeld, Wilde Zwanen Organisatie Canvas. Hoe is dat model ontstaan? Het is eigenlijk een beetje een instrument om dat uh, ontwerp van organisaties, ontwikkeling van organisaties concreet te maken. Uh, van waar komt dat? Um, ja, de basis komt eigenlijk vanuit innovatieve arbeidsorganisatie. Mm -hmm. Dus in het begin van mijn loopbaan op dit domein uh, werkte ik heel vaak samen met en voor uh, Flanders Synergie architect van vandaag, ja. waar je ook Zet al ja. in de podcast hebt ontmoet. En uh, door de interactie met Flanders Synergie heb ik zo zelf het gevoel om meegebouwd te hebben aan dat canvas in de achtergrond wel te verstaan. En dat is zoiets dat, dat een belangrijke basis is voor ons, omdat het enerzijds de integraliteit van het werk aanduidt en anderzijds uh, toch wel wat taal biedt om met mm. organisaties ook, of netwerken in, in dialoog te kunnen gaan over wat is dat dan precies, die organisatiearchitectuur, wat is dat cultuur, wat is dat structuur. Mm -hmm. Ja, en we hebben dan um, eigenlijk wel door mee, met dat canvas te werken, hebben we daar ook eigen uh, woorden en termen op geplakt. Vanuit de taal die organisaties ook spreken. Hè? Mm -hmm. um, zodanig dat we eigenlijk ook de gewone medewerker meekrijgen in dat canvas. Uh, dus zo gaan we ook te werk. Uh, organisaties kennen dat canvas. We nemen eigenlijk iedereen daarin mee, omdat het helpt om de complexiteit van een organisatie te ordenen. Ja, uh, dus ja. we hebben daar woorden op geplakt die uh, iedere medewerker kan begrijpen en. Um, later hebben we ook een aantal bouwstenen toegevoegd die dan meer gaan over de historiek. Wat leeft er nog in organisaties dat niet per se vasthangt aan cultuur of structuur? We hebben dat dan uh, meer systemische bouwstenen genoemd. Nu, het, um, het basisinzicht waar dat jullie van vertrekken is eigenlijk mensen maken organisaties, maar organisaties bepalen ook de beweegruimte hè, die, die mensen hebben. Hoe, hoe kunnen we dat, ik weet niet, aan de hand van een voorbeeld of hoe kunt u dat wat toelichten, hè, als, als ik dat zo benoem? Dus, ja, sowieso. Alleen wat, wat, um, wat we in veel organisaties zien is dat de mens, het individu centraal staat. Mm -hmm. Het idee dat het gaat om de mensen, het zijn de mensen die de organisatie maken. Um, wij zien dat eigenlijk als iets wederkerig, uh, want die mensen kunnen ook alleen maar de organisatie maken als de organisatie inderdaad ruimte biedt aan mensen om uh, mee te bouwen aan de organisatie, zichzelf te ontplooien. Um, en dan komt eigenlijk vooral dat structuurstuk uh, aan bod. Dus mm -hmm. een uh, organisatie maakt mensen. Het um, gaat daar heel veel over hoeveel ruimte geven wij aan die mensen om zichzelf te ontwikkelen. En op die manier kunnen mensen weer bijdragen aan de organisatie. Ja, en hoeveel ruimte? Dat vertelt zich dan in, 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 in tijd of autonomie? Of, 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 of in ja, aan de hand van een voorbeeld. We krijgen vragen die zich meer kaderen in het thema leren en ontwikkelen. Mm -hmm. um, en dan is bijvoorbeeld een cultuurfacet en een structuurfacet. Dus is, we gaan allemaal opleiding volgen. Dat is mm -hmm. een structuurcomponent. Dat is een praktijk om leren te faciliteren. En als ik dan die opleiding gevolgd heb, kom ik terug in mijn dagelijkse realiteit. Yeah. En dan heb je structuurcomponenten van in welke mate. In mijn dagelijks werk, kan ik wat ik geleerd heb ook toepassen in de praktijk? Of moet ik daar mij terug in een aparte ruimte voor verplaatsen, bij wijze van spreken? En dat is dan meer over infrastructuur. Het kan ook gaan over tijd. Hebben, is mijn werk zo georganiseerd in de processen, als ik aan een machine sta, bijvoorbeeld, dat ik ook tijd heb om te leren? Of sta ik zo onder druk dat alleen dat niet mogelijk gaat? En die werkdruk relateert dan ook weer aan cultuur. Van, ja, hoe kijken wij daarnaar? Gaan wij onze machines... Uh, op de hoogste snelheid zetten of is er ruimte om aan leren te spenderen, omdat we weten dat dat in de long run ons wel gaat vooruit helpen als organisatie. Een andere cultuurcomponent is dan ook hoe gaan leidinggevenden daarmee om? Als ik in een team zit en ik moet op kantoor blijven of zijn op vrijdag terwijl er een opleiding voor mezelf gepland was, hoe gaan mijn leidinggevende daarmee om? Ja. Ben ik zijn oplossing om die planning in te vullen of zegt hij: nee, nee, ga maar naar de geplande sessie. En gaat dan maar volgen um, enzovoort. Want dat geeft je heel veel expliciete en impliciete signalen van hoe belangrijk leren en ontwikkelen ja. dan is. Uh. Ja, en vaak kan je dan in beeld tegenstrijdige signalen. Je ja. geeft aan van het is belangrijk, doe maar. Maar als puntje bij pauze komt in de praktijk, is die ruimte er niet. Dus ja, dan ja. zitten mensen natuurlijk gevrongen van moet ik hier niet ja. mee? En dan krijg je stress. Ongetwijfeld. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Nu als we dan sleutelen en organisaties, moeten we oog hebben voor organisatiebouwstenen. Je hebt er net al een stukje naar verwezen, Els. Jullie hebben, het zijn er veertien in totaal in het, uh, in het uh, canvas. Binnen drie dimensies. Hè? Ik weet niet, misschien dat we eens even zo verlopen of, of per dimensie zo wat kaderen en mensen die luisteren of kijken er al wat meer inzicht over krijgen. Uh, ja. Dus uh, er zijn eigenlijk um, drie groepen van bouwstenen. Uh, er zijn uh, bouwstenen die gaan over de cultuur. Dat zijn er vier. Vier gaan over de structuur. En dan zijn er zes die meer gaan over de historiek. Wat leeft er allemaal eigenlijk onzichtbaar in de organisatie, mm -hmm. maar het is er wel. Um, en uh, de, we vertrekken eigenlijk altijd vanuit um, een cultuurbouwsteen, dat is ons kompas. Um, dus het kompas, ja, het woord zegt het zelf, is eigenlijk alles wat richting geeft in onze organisatie en uh, klassiek heet dat in organisaties dan missie, visie, waarden, strategie uh, wij trekken dat iets breder open hè. dus het kompas is alles wat richting geeft, dus dat gaat over missie, visie, waarden maar wij voegen daar graag ook leidende principes aan toe dus leidende principes is eigenlijk iets wat meer uh, invulling geeft aan ons gedrag aan welke keuzes we maken in organisaties uh, we heten dat allemaal kompas. En eigenlijk vertrekt alles vanuit die bouwsteen. Want die bouwsteen geeft eigenlijk richting aan alle andere bouwstenen. En dat is een cultuurbouwsteen, omdat daar eigenlijk nog geen structuur aan te pas komt. Mm. Uh, omdat dat richting geeft in het meer hoger doel. Waar dromen wij van als organisatie? Wat is onze opdracht? Wat hebben wij te doen? Um, en het tweede belangrijke bouwsteen is leiderschap. Uh, dat is ook een cultuurbouwsteen. Uh, omdat alles valt en staat wel met leiderschap in een organisatie. Dus het voorgaan in het naleven van het kompas, het uitdragen van het kompas, leiders spelen daar een cruciale rol in. En uh, bijkomend, leiderschap beperken we ook niet tot leidinggevenden, maar eigenlijk tot iedereen. Dus iedereen kan uh, leiderschap opnemen. Um en heeft ook leiderschap op te nemen in het naleven van het kompas. Uh, en eigenlijk van daaruit maken we vrij snel eigenlijk het bruggetje naar de uh, structuurbouwstenen. Mm -hmm. Ja, wat nog toevoegen rond leiderschap en kompas, dat daar ook, wat je daarnet ook zei, consistentie in nodig ja. is. Hè? Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste toevoegingen die we doen in trajecten ook, is dat we helpen om consistent te zijn met dat kompas door dat kompas te expliciteren. Ja. Wat als voordeel en nadeel heeft tegelijkertijd. Dat je er ook aanspreekbaar op wordt. Dus hoe mm. helderder dat je bent uh, in de richting dat een organisatie uitgeeft, maar ook in je waarden, leidende principes enzovoort, van hoe je omgaat met elkaar, met klanten enzovoort, uh, hoe aanspreekbaarder je ook wordt. Maar dat is net de doelstelling. Uh, voilà. En dan zoals Els aangeeft: eh, vanuit dat kompas bouwen we dan aan de organisatie. En dat start dan om te, met te gaan kijken van welk werk hebben wij te doen. Om dat kompas ook waar te maken, welke activiteiten hebben wij te organiseren, met dan een aantal onderscheiden in. Je hebt de, uw kernactiviteiten, je besturende activiteiten, ondersteunende activiteiten, waar HR vaak een, een van de belangrijke uh, ja, hoekstenen mm -hmm. in is. Um, je hebt uh, kennis- en informatieuitwisseling. Dus dat zijn vier structuurcomponenten die uh, uitdaging vragen. Als die in kaart gebracht zijn, dan gaan we de brug leggen naar organisatiestructuur. En dat gaat dan over hoe je dat werk, die activiteiten gaat verdelen in je organisatie. In plants, in kantoren, in regio's, in teams. Dus heel dat stuk noemen we organisatiestructuur. En die verdelen we dan, eens we de teams weten, de afdelingen kennen, gaan we dan binnen de afdelingen kijken naar de rollen en verantwoordelijkheden. Wij noemen dat dan eenvoudigweg teamstructuur om dat ook een stuk te gaan aanscherpen, zodat er heldere verwachtingen zijn naar elkaar toe, dat iedereen geënt is ook op die doelen, ja. een afdeling of een team, in lijn altijd met het organisatiekompas, die dan uh, eerder uh, al aan bod komt. Ja. Wat een, ja, in mijn ogen dan, bijna fundamenteel andere kijk is, waar dat je nu ziet, hein? functieomschrijving, van jij komt hier werken, dit is wat jij doet, 1, 2, 3, 4, 5 taken. Maar eigenlijk, dat je het nu omschrijft, is van wat heeft de organisatie te doen. Ja, dan heb je zaken die eigen zijn aan je job, maar ook in relatie tot het team en misschien tot andere teams. Dus dat, dat, dat is veel breder dan een functieomschrijving ja. uiteindelijk, hè? toch? Ja, klopt, ja. ja. Dus je, je, bij de intro zei je ook: hè, de wereld wordt complex. Ja. En ik zou bijna zeggen dat functieomschrijvingen ons gediend hebben als organisaties tot maar vandaag niet veel. of zo. Ja. Maar mogelijk ja. niet de oplossing zijn richting, richting toekomst. En dus in heel veel organisaties wordt er duidelijkheid, helderheid gevraagd. Voor ons ligt dat op kompasniveau in eerste instantie. Dus hoe meer helderheid je brengt in een kompas, hoe meer richting je geeft daarin, hoe meer ruimte je ook creëert voor autonomie of initiatief op te nemen. Ja. En, en daar zit een heel belangrijke voorwaarde in richting toekomst. En, en de wereld gaat gewoon te snel, technologie heeft de snelle impact op jobs die we nu aan het doen zijn. Dus die functieomschrijvingen uh, kan je bijna niet bijbenen. Mm -hmm. en het is ook niet realistisch om dat te verwachten dat we dat gaan... Uh, en we steken daar ook te veel tijd in in organisaties. Ja. Terwijl dat moment dat er is, is het ja, waarschijnlijk alweer achterhaald. Of gewoon ja, te veel op dat ene individu, ook heel vaak toegespitst, ja. die op dat moment die job of die functie uh, ja. inneemt. Maar natuurlijk, ja... In het streven naar duidelijkheid gaan we daarop focussen, terwijl de duidelijkheid eerder in het ja, kompas klop. zit. Ook, uh, ja, en zeggen. eigenlijk met je vraag rond functieomschrijvingen, wat we ook vaak zien, is dat die functieomschrijvingen op zich staan. Hè? Dus ja. we gaan nu functieomschrijvingen maken, maar het is net door te gaan kijken uh, hoe is dat um, gerelateerd is aan al de rest. Mm. Dus functieomschrijvingen met welk doel, um, wat, wat moet een team weten om eigenlijk verder te kunnen en ook een, een deel zelf het werk allee, te verdelen, want ja. um, functieomschrijvingen brengen soms ook een rigiditeit ja. um, en, en die gedrag. het ja, gedrag als dit ja. staat niet in mijn functieomschrijving. Ja. Dus eigenlijk faciliteert dat is dat eigenlijk een structuurcomponent die net soms gedrag stimuleert die we niet willen. Die we niet willen. Ja. Um, en als we dan functieomschrijvingen toch om een of andere reden hebben, dat we daar ook wel ruimte in, in houden, waar dat mensen zelf mee kunnen uh, ja. navigeren. Ja. En het is belangrijk om te gaan zien: ja die functieomschrijvingen. Um, ja, hoe zijn die dan gerelateerd aan het kompas? En mm -hmm. welk leiderschap faciliteren we daar dan mee? Ja. Dus het is altijd de link tussen al die bouwstenen. Het integraal ja. of zo, zoals Als jullie dat. Rusia, stik, ja, dus, ja. Noemen. Ja. Want dat is eigenlijk de grootste valkuil die we soms zien dat iets. Um, Heel op zich wordt opgepakt. Ja. Uh, van ah, dit team werkt niet goed samen, laat ons daar eens naar kijken. En de, de kunst is dan te zien van, ah ja, maar wacht, wat zegt dit conflict in dit team over mm -hmm. ons kompas, over ons leiderschap, ja. over hoe dat wij de dingen gestructureerd hebben. Mm -hmm. Ja, wat mij dan eigenlijk een beetje doet denken en, en het feit dat, je, dat we moeten leren om met die drie brillen te kijken. Structuur, cultuur, eigenlijk cultuur wat we al doen. Structuur erbij, en dan die historiek, hoe dat er is, maar we dat we niet zien, maar wat ook een grote impact heeft. Maar bovendien tegelijkertijd, omdat ze elkaar impacteren. Dus niet vandaag deze bril en morgen een andere bril. Maar eigenlijk al die brillen op elkaar, 3D-gewijs, of ik weet niet hoe dat we dat moeten beschrijven. Uh, ja, 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 dat is mooi dat je dat zo verwoord. Ik denk dat daar ook is waar we ons willen in onderscheiden. Om door net die drie beelden samen op te zetten als uitgangspunt om zo naar uitdagingen in de organisatie te kijken en je hoeft ze niet alle drie altijd op te houden want mm -hmm. soms is het ook gewoon hè, een structuur yeah. moet een doelen aangescherpt worden yeah. of moet er eens uh, ingegrepen worden in, in de dialoog en de communicatiewijze in een team en ze zijn ook uh, soms is heel de of duidelijke uitdagingen <laughs> ja. maar tegelijkertijd zijn ve allee, veel uh, uitdagingen worden ook gesimplificeerd Heel het welzijnsgebeuren of zo, dat wordt vaak toch eenzijdig aangepakt. Of opleidingen als opleiding gaan inrichten en niet gaan stilstaan bij leiderschap en andere cultuurcomponenten. Dus het is eigenlijk daar eigenlijk onszelf in bewuster maken en ook leren zien. Hè, het gaat voor ons ook niet uh, over goed of fout of zo. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Het is gewoon, we hebben een veranderende wereld die complexer wordt. En we hebben andere dingen nodig richting toekomst om met die complexiteit om te gaan. En daar zien wij wel de meerwaarde om die drie brillen uh, op te hebben. Uh, een, ik wil een voorbeeld geven. Twee jaar geleden waren we aan de slag in een, een uh, ouderenzorgcontext, waar een nieuwe directie vol enthousiasme aan de slag uh, was en, en is nog steeds. Met heel veel positiviteit, maar die begrepen niet um, hoe dat het kwam, dat de medewerkers maar niet in beweging kwamen. Er bleef heel veel negativiteit in zitten, ondanks de positiviteitsworkshops, de workshops verbindend communiceren en dergelijke. En door dan te gaan kijken in de historiek van de organisatie, wat bleek dan dat er een, een uitdaging is geweest tijdens de coronaperiode, die kennen we nog allemaal, waar op het moment van de coronaperiode de directie vertrokken is, eh, waardoor dat een schip zonder kapitein is achtergelaten, wat dan een stukje trauma in de organisatie naliet. En door daar dan bewustzijn rond te brengen, hebben we dat kunnen kaderen, zowel voor de directie die dan zag: van ah ja, wacht, oké, okay, we begrijpen nu waarvan die negativiteit en die onzekerheid komt in onze organisatie. En de medewerkers hebben kunnen zien: van ah, eigenlijk zijn we hier dingen aan het projecteren op onze directie die in de historiek van de organisatie lag. En dat heeft wel een doorbraak gebracht in het werken op structuur en cultuur om dan uh, andere zaken te gaan doen, zoals inderdaad herverdelen van rollen, meer autonomie in de teams, enzovoort. enzovoort. Ja. Dat is inderdaad een heel helder voorbeeld. Um, en ik denk dat daar in verschillende organisaties vaak zelfs het schoentje knelt. Dat gevoel mm -hmm. van Maradie, hoe komt dat nu? We duwen hier toch op de juiste knop. Maar daar gaan we het in een afzonderlijke podcast, denk ik, nog uitgebreid ja. over hebben. Historiek en, en meer systemisch aan gaan kijken. Maar dus ik onthoud vooral die, die, die drie brillen tegelijkertijd. Misschien niet altijd tegelijkertijd, maar de reflex hebben van het ja. zijn er drie? Zijn we hier wel op het juiste aan, aan het kijken? Um, of aan het zoeken? Om deze podcast af te sluiten, hoe zorgen we er dan voor dat het HR-beleid en HR-processen zo goed mogelijk afgestemd zijn op wat die organisatie, die individuen en die teams dan nodig hebben? Wat is zo een tip, een takeaway dat je graag deelt? Maar ik denk dat de mooiste metafoor die drie brillen is. Dus eigenlijk. Um de te tegelijk opzetten is misschien wel zwaar om dat continu te doen, maar heel bewust zijn van: wacht, we hebben nu aan de structuur. We zijn. Allee, bewust zijn van: nu zijn we aan de structuur aan het werken, maar wat betekent dat dan voor de cultuur? Of we zijn nu aan de cultuur aan het werken. Uh, wat betekent dat voor. voor wat, wat leeft er nog in onze organisatie? Um, um, ik denk als we zelfs ons canvas, als je dat erbij pakt en bij wijze van spreken kijkt naar: wacht, het probleem waar we nu mee geconfronteerd worden. Dat zit eigenlijk in deze bouwsteen. En dan bewust gaan kijken: oké, okay, maar de andere bouwstenen, hoe beïnvloedt dat dit probleem? Denk ik dat dat al een mooie, een mooie stap is om echt continu te zoeken naar hoe de dingen gelinkt zijn. Ja. Want we, we hebben uh, alleen zo een beetje de, de klassieke pistes en we voelen, ja, we zijn dat en dat, en dat aan het proberen en het werkt eigenlijk allemaal niet. Um, om dan heel bewust te gaan kijken mm. van. Uh, en het hoeft niet te, pas te zijn als het niet werkt. Hè, eigenlijk aan de voorkant al. Ja. Uh, wat zegt dit probleem en waar zit dit en de linken uh, en dat canvas als beeld alleen al helpt eigenlijk ja. heel goed ja. om te zien waar moeten we nog naar kijken als we met dit mm. vraagstuk bezig zijn zouden we eigenlijk bijna zo'n onderlegger moeten hebben op het werk met die bouwstenen. en dat yeah. bij elk probleem dat ja. zich bij elke uitdaging van ja. wacht en dat dat uh, ja. Ja. Oh, ik zit al heel de tijd naar jouw kaartje te kijken, it's a great time to be in HR <laughs> mm -hmm. en, ja. en uh, ik weet ook van jou dat je voorvechter bent om, om in Inderdaad, wat hebben wij te doen in HR naar de toekomst? Mm Hoe -hmm. is dus die rol? En ik denk dat het een deel van het antwoord daar ook in ligt. Het okay. is dus een, 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 ja, een stukje een, een vliegwiel te zijn in, in organisaties om ook die HR op een andere manier te gaan doen en, en die toegevoegde waarde die er vandaag is ook verder te versterken door net die integrale bril binnen te brengen en, en op een andere manier naar de uitdagingen te gaan. En wat een beetje complexer is. En ook belangrijk daarin te aanvaarden is wat er tot nu toe geweest is, is ook helemaal oké. Okay. Het gaat er vooral over wat we nodig hebben in de toekomst. Want ik zie dat ook heel vaak als we zelf met HR-collega's in dialoog gaan, dat het niet gaat over het was niet goed of het is niet nee. goed wat je doet. Nee, het is net wel goed. Maar we denken door daar die brillen op toe te voegen, dat je nog effectiever wordt. En ja, dat vraagt een andere rolinvulling. En dat is dan de zoektocht die we vandaag samen lopen met HR-collega's, van, wat, om daar, van zijn, wat is dat dan wel en, en hoe moet ik mijn rol gaan spelen en ja, maar de leidinggevenden doen het toch niet en dus ik moet het gaan doen, nee, nee net niet. Mm -hmm. dat is net de valkuil uh, dus laten we ons zo organiseren dat de leidinggevenden ook hun verantwoordelijkheid opnemen en, en gaat daar als HR je focus op leggen eerder dan, uh, we gaan het hier overnemen omdat ja, ja, anderen ja. het niet doen uh, met goede intenties dus niet teveel in de operationaliteit uh, en in de fixerrol maar vliegwiel hoor ja. Ik hier, uh, ja en het vraagt ja. eigenlijk ook voldoende tijd nemen om te kijken ja. waarover gaat deze uitdaging Mm -hmm. Dus we zien een, uh, een reflex van, we hebben hier dit probleem, we moeten het zo snel mogelijk fixen. Yeah. En dan wordt er heel vaak naar HR gekeken, van, ja, dit is jullie rol om dit te fixen, wordt er heel snel naar tools en, en methodes gegrepen. Mm -hmm. Terwijl het uh, alle, zeker waardevol is om voldoende tijd te nemen waarover gaat dit. Uh, en daar inderdaad samen met leidinggevenden over te reflecteren, yeah. eerder dan direct in die fix. Alle, um, ik denk dat HR ook heel veel waardevols kan toevoegen, maar soms ook in die fixersrol geduwd wordt. Ja. En um, ja, dat ze zeker ook een rol kunnen spelen in net daar niet per se in mee te gaan. Mm -hmm. Aan te geven van we gaan nu voldoende tijd maken om te zien waarover gaat dit okay. en, en waar gaat het fixen dan uiteindelijk ja. moeten gebeuren en is veel breder dan HR maakt een functieomschrijving of HR maakt een gesprekscyclus. Dus veel meer dan, uh, dan dat. Ze ja, zich mogen uh, rechtveren en uh, aandacht vragen. Ik denk dat we, dat we hiermee deze, deze podcast, deze eerste in een reeks van drie, kunnen uh, afsluiten. Het smaakt in ieder geval naar meer. Dus hartelijk bedankt alvast voor dit gesprek. Dank je wel. Da. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Maar ja, dus goed nieuws, want dit is een reeks van drie podcasts. Dus er volgen er nog twee. Ook heel interessant voor jullie om weten: er zijn regelmatig inspiratiecafés die georganiseerd worden door de Wilde Zwaren. Dus ga zeker eens op de website gaan kijken om te zien wanneer het voor jou past om ook eens langs te gaan. Allerbelangrijkste, waar ik elke podcast mee afsluit. En Joost heeft het daarnet ook nog eens benadrukt. Hè? It's a great time to be in HR. Tot de volgende!